Mijn doel met deze workshop is altijd dat jij er een pak tools in meeneemt. Tools om in je begeleiding, in je klaspraktijk, maar ook in je eigen individuele begeleiding te kunnen inzetten. Een aantal concrete voorbeelden waar jij onmiddellijk mee aan de slag kan. Ik ben Tanja Gevaert, ik ben een Vlaamse die heel wat scholing heeft gevolgd in Nederland, waaronder de ETCHA-opleiding en de Novilo Talentbegeleideropleiding. Ik leid een multidisciplinair team. Wij zijn een team in Vlaanderen dat met de totaalontwikkeling van hoogbegaafdheid werkt, vanuit de psychotherapie, vanuit het versterkend werken met kinderen, jongeren en volwassenen. Ik kom werken rond hoogbegaafde meisjes en hun talentontwikkeling. Ik heb vorig jaar een workshop gegeven samen met Sally Ruiz hierover, baseerd op haar onderzoek. En ik ga verder de begeleiding in met tools en tips voor jou, die je dan heel concreet kan gaan inzetten. In heel dit verhaal, zowel in de lezing als in de workshop, gaan we kijken naar wat hebben die meisjes nodig om die talentontwikkeling op een goede manier te kunnen verzilveren. Daar wat mee te kunnen gaan doen. Want wat we nu zien in het onderzoek is dat heel veel vrouwen echt wel die multipotentialiteit hebben en verschillende carrières na elkaar gaan uitzetten, maar ook al heel vroeg gaan kiezen wat ze gaan doen. Vrouwen kiezen ook heel bewust vaak voor een gezin, gaan zichzelf daardoor ook weer in de talenten een stukje gaan beknotten. We zien ook dat ze vaak willen voldoen aan verwachtingen, ze willen mooi zijn, ze worden dat ook opgepakt. Vrouwen onder elkaar in vrouwenteams wordt er nog altijd heel vaak gezegd dat het meer strijd is dan in een all-men's team, dat soort zaken. Dus moeten we eigenlijk met die meisjes, die moeten we eigenlijk allerlei tools gaan geven. Hoe kun je daar jezelf tegen sterken? Hoe kun je je talent toch gaan zien als een gave, als iets waar je wat mee kan gaan doen, zonder altijd maar die onzekerheid ernaast te hebben?